Wie heeft er vanmorgen gedacht, hey, laat ik eens even goed voor deze hersenen zorgen. Want als ik vandaag goed voor mijn brein zorg, dan zorgen die hersenen vast ook heel goed voor mij. Wie heeft dat vanmorgen gedacht? Nou, ik wel. 1 op 50, dat is een beetje het gemiddelde. En meestal ben ik dan die ene. Bijna niemand. En waarom is dat zo? We leren het niet op school. We leren van alles op school. Wat heel waardevol is. Het ene wat waardevoller dan het ander. En ik zeg, het is een heel groot gemis dat wij niks leren over de belangrijkste tool in ons lichaam. Want die hersenen sturen namelijk 24/7 alle processen in jouw lichaam aan. En als daar een probleem is, dan ondervind je mentaal, maar ook fysiek, allerlei klachten en problemen. En het is niet voor niks dat er op dit moment heel veel disbalans is. Je hoeft de krant maar open te slaan en we lezen over burn-outs. We lezen over depressies. We lezen over obesitas. Dat zal jullie vast niet onbekend zijn. En dat zijn ernstige tekenen van de disbalans in de hersenen. Daar start alles namelijk mee. Goed, hoe zorgt voeding nou voor disbalans in de hersenen? Want ook dat leren we niet op school. Ik heb momenten meegemaakt in mijn leven dat het ontzettend slecht met mij ging. Dat startte, en ik ga het in een notendop vertellen, dat startte bij baarmoederhalskanker. 2 jaar geopereerd geweest. Ik leefde jarenlang op toppen van mijn stressniveau, maar echt enorm veel stressniveau. Ik denk dat ik 4 jaar lang chronische stress heb ervaren. Na die baarmoederhalskanker ben ik zwanger geworden. Ons kindje is geboren, Sky. Dat is nu inmiddels 3,5 jaar geleden. En zelfs in de periode dat ik zwanger was, gaf ik mezelf niet de tijd om te ontspannen. Om goed voor mezelf te zorgen, om de juiste voeding te nuttigen, om te ontspannen, om te slapen, om te doen wat je eigenlijk zou moeten doen als mens zijnde. Toen Sky geboren was, waren wij ontzettend blij. Wie is er hier? Ook papa of mama? Ja, dan weten jullie hoe bijzonder het is, maar ook heftig. Hè, dat je eventjes letterlijk moet landen op aarde met alles wat er gebeurt. Sky was 3 weken oud en ons huis brandde totaal af. Kan je zeggen, dat is pittig. Want je hebt een veilige basis gecreëerd, zeker voor je kindje, en dan in één keer is alles weg. Nou, op dat moment ging het met mijn gezondheid steeds slechter en slechter. Ik bleef ontkennen dat het slecht met mij ging. Ik zat inmiddels eigenlijk al lang in een burn-out, kan ik je vertellen. Ik had allerlei nekklachten, armklachten, handklachten, mijn vingers. Maar ik bleef doorgaan, ik had een bedrijf te runnen. En dat bedrijf, dat was ik inmiddels geworden. Mijn hele identiteit hing vast aan dat bedrijf. En ik werkte meer dan 14, 15, soms wel 18 uur per dag. Mensen in mijn omgeving zeiden, hoe hou je het vol? Dit kan niet wat jij doet. En ik zei maar, ja, nee, het gaat goed. Ik verwaarloosde eigenlijk mijn kind, mijn man. Probeerde al die ballen in de lucht te houden. En uiteindelijk verwaarloosde ik op stip met mezelf. In januari is mijn bedrijf failliet gegaan. Ik kon het niet meer omhoog houden. Helaas. Dat voelde voor mij enorm als falen. Alsof ik de dingen verkeerd had gedaan. Ik kon geen liefde meer aan mezelf geven, niet meer aan mijn gezin. Ik verwaarloosde mijn omgeving en met mij ging het steeds slechter. Totdat ik op een dag wakker werd en ik mijn arm en mijn vingers niet meer kon bewegen. Verlammingsverschijnselen. Dat was voor mij het punt dat ik dacht, nu moeten dingen anders. Nu moet ik gaan onderzoeken waar dit vandaan komt, want waarschijnlijk ben ik ziek. Ik ging naar de neuroloog en dat was op Ibiza in Spanje. En daar zijn ze heel snel, zeker wanneer het neurologische aandoeningen betreft. Dezelfde dag ging ik onder de MRI. Dat kun je hier in Nederland niet voorstellen. Dan kun je 3 maanden later een keer terugkomen. Dit was acuut, want hij zei, als jouw arm en je hand uitvalt, betekent dat er een beschadiging zit. Waarschijnlijk in jouw nervus vagus. Je belangrijkste zenuwbaan van je hersenen. Nou ja, tot eigenlijk alles, tot je tenen. En dat kwam er ook uit de scan dat mijn nervus vagus, dat die zenuwas dusdanig op 4 plekken beschadigd was, dat ik dus verlammingsverschijnsel had. En hij vertelde mij diezelfde middag, mevrouw Labbé, als je op deze manier doorgaat met jouw stressniveau, beland je binnen nu en 2 maanden definitief in een rolstoel. Dat was voor mij het punt dat alles anders moest.